Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer Pasen. Met het feest zijn we 2 dagen vrij. Maar wat vieren we eigenlijk? Nee, het is volgens mij wel de dat die opgang van Jezus. We vieren dan de dood van Jezus' opstanding. Het overlijden van Christus. Chocolate and money. Het ophangen en weer opstaan. Eigenlijk opgehangen. Ja, dat is kruis weer. Ja, de sterfdag van Jezus, dat hij weer opstaat. Of de herdenking van Jezus. Was dat niet de opstanding van onze lieve Heer Jezus? Dat Jezus wordt opgehangen aan het kruis. En later staat hij weer op. Gekruisigd werd of zoiets. Ik weet niet meer precies. Ik heb geen idee. Sorry. Nou, ik heb geen idee, want ik ben een atheïst. En ik heb al die soort dingen afgeschaft, maar ik heb geen Pasen meer. Van Jezus. Jezus geboorte. Nee, dat is toch kerstmis, jongen? Nee, natuurlijk niet. Met kerstvier. Dat hij geboren dat wordt. Die jaar. Oh ja, dat is de geboorte. Breda Nu. Je weet het meteen.